Buitink. En daar, oeh, geweldig die bal geraakt. Patrick Vroeg. 1-3. Goh, geweldig geraakt. Ja, na afgelopen weekend heel goed natuurlijk. 3-1 gewonnen en belangrijk geweest voor het team, dus dat is heel leuk. Veel reacties van mensen ontvangen? Ja, vooral van vrienden en familie en ook van een aantal fans. Dus dat is altijd leuk om te horen en dat doet je zeker goed. We gaan eventjes terug eigenlijk naar vorig seizoen, begin van dit seizoen. Vorig jaar kwam je tot 11 officiële optredens. Je verlengde je contract. Met wat voor gevoel begon je aan de voorbereiding van dit seizoen? Ja, eigenlijk met een heel goed gevoel. Want ik was het seizoen goed geëindigd. En de bedoeling was ook om dit seizoen weer op dezelfde weg door te pakken. Maar door een blessure eigenlijk ben ik er een tijdje uit geweest met mijn knie. Die knieblessure, wat gebeurde er precies? Wanneer liep je die op? Het was op een training door de week, op een 1-tegen-1 duel met Tronstad, knie tegen knie. En eigenlijk heeft dat te lang geduurd. Het herstelde niet snel genoeg, maar goed, ja, nu is het weer goed. Als voetballer wil je graag op het veld staan en ook laten zien wat je kan. Maar eerlijk is eerlijk, het team draait goed en zeker op het middenveld staat het gewoon als een huis. En wat ik kan doen is keihard werken en gewoon op de trainingen proberen te laten zien wat ik kan. En zoals afgelopen zaterdag, in de minuten dat ik erin kom, moet ik mezelf laten zien. Met wat voor gevoel ga je dan het veld in? Ja, eigenlijk met heel veel zin, omdat ik er een aantal weken niet in heb gestaan. En het is een kwartiertje, maar in een kwartiertje kan je ook wat laten zien. En ik denk dat ik wel tevreden terug mag kijken. Ja, je liet wat zien. Je had natuurlijk je eerste competitie of je eerste treffer tegen Odin vorig jaar gemaakt. Maar dit is de eerste competitietreffer. Voelt dat? Ja, fantastisch. Ook nog tegen mijn oude club, dus het was heel dubbel natuurlijk. Maar het was heel mooi en op zo'n moment als je het doelpunt maakt, gaat er van alles door je heen. Maar vooral heel blij en heel trots. Inderdaad, je oude club en natuurlijk als invaller. Is dat iets extra speciaals als je als invaller scoort? Ja, ik denk het wel. En zeker omdat je maar een kwartiertje speelt, dat is niet heel lang. Maar om dan belangrijk te zijn en uiteindelijk de 3 punten weer mee naar Arnhem te nemen, dat voelt heel fijn. En voor nu, wat hoop verwacht jij de komende weken? Gewoon in dezelfde lijn verder gaan waar ik gebleven ben. En hoop op weer minuutjes. Wanneer het is, dat is de vraag, want het team staat goed, wat ik al zei. En ik kan alleen maar hard blijven werken en dat doe ik door de week. En verder is het aan de trainer wat hij in het weekend doet.